Een oplettende burger heeft dinsdagmorgen melding gedaan bij de politie Peel en Maas van een verdachte situatie rond het pinautomaat aan de Dorpsstraat in Maasbree. Dat meldt de politie op Facebook. Rond 7:20 ochtends zag hij twee mannen in de buurt lopen die opvielen omdat ze in een buitenlandse taal een man van de groenvoorziening aanspraken. De mannen vroegen of hij mee wilde lopen naar de Rabobank. De getuige hield de mannen in de gaten en uitte zijn zorgen daarna bij de man van de groenvoorziening. Hierop liepen de verdachte personen weg. Onduidelijk is of de twee mannen kwaad in de zin hadden of iets te maken hebben met de eerdere pinfraude in het dorp. Harold Nusser volgt Martin Vlijm als coach op bij Bevo. De Sittardenaar tekent een contract voor een seizoen met de intentie voor meerdere jaren. Nusser was er de afgelopen 4 seizoenen als coach van de talenten van de Lions 2. In het verleden was hij ook al enkele seizoenen in de nadagen van zijn carrière speler bij Bevo en trainer van de dames A-jeugd. In het seizoen 2012-2013 kwam Nusser bij Tophandbal Zuid-Limburg en volgde daar Guido Jansen op. Nusser volgt op dit moment een trainersopleiding en gaat deze binnenkort afronden. De overstap staat in lijn met zijn ambities als trainer-coach om eindverantwoordelijk te worden voor een eerste team. Tijdens de algemene ledenvergadering van het CDA Limburg op 30 mei 2016 in Hoorn zijn oud-wethouder van Peel en Maas Marlou Absiel uit Helden en Harold Schreuder uit Kerkrade unaniem gekozen tot lid van het dagelijks bestuur. Marlou zal het bestuur gaan versterken op de portefeuille Verbinding en Harold zal de rol van vicevoorzitter op zich nemen. Vrijwilligers van SV Panningen zijn maandag gestart met het slopen van de voetbalkantine van de voetbalclub. De kantine werd het afgelopen weekend voor het laatst gebruikt tijdens het Jorrit Hendricks Top 1 toernooi. De ledenvergaderingen van SV Panningen stemden enkele maanden geleden al in met het voorstel van het bestuur van de voetbalclub om nieuwe kleedlokalen te bouwen en de kantine te verbouwen. De huidige kleedlokalen en de kantine op Sportpark Panningen Noord zijn verouderd en aan vernieuwing toe.